Elke zondag en stappen met ons dagje in te plannen. Mijn eerste werkdag zit erop en eigenlijk ben ik ongewild in kostuum. Kijk, goed tof. Sommige van die dingetjes heeft ze vaker gedaan, andere bijna niet. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. We zijn vandaag donderdag en het is mijn laatste dag bevallingsverlof. Kijk hoe sterk mijn basilicumplantje al gegroeid is. Ik heb nog wel wat geboorteschenkjes over. Mini shoot check. Poging tot baby entertainment met een ballon. Wacht. Ik kan je ballon blazen. Ik wou met de tuinslang mijn vuilbak uitkruisen, maar ik vind dat koppelstuk voor om de tuinslang op de waterkraan te doen niet, dus dat ging niet. Dus. Tijd voor de laatste wandeling van mijn verlof. En die eer is voor de verdronken weide. Ik denk dat ik geen tour kan doen, maar dat is handig, zeg. Ik ben nu de andere kant uitgewandeld, maar ik zie voor mij weer een poortje. Nee, ik hoop dat er een weg rond is, want ik weet al hoe ik de andere poortjes kan vermijden, maar... Het zou wel echt stom zijn dat ik hier terug moet gaan. Hier zat er geen slot op de poort. Want daar kan ik echt niet in met mijn buggy. Normaal ga je dat zo verder, maar ook daar hangt er terug een slot aan. Dus ik hoop dat ik langs hier door kan. En anders ga ik toch eens moeten wandelen meer met de draagzak in de plaats van de buggy. Of moeten ze hun paden meer toegankelijk maken? Want ik heb ook echt geen zin om hem zo in twee af te breken. Als dat al zou lukken. Om dan door vier van die poortjes te gaan. Aangezien we niet meer rond de verdronken weide konden, zijn we aan de Zellebeekveer gekomen. Ik moest net een heel stuk berg op met mijn wie. Net een stijl stuk. En dan maar via de grote baan terug naar waar dat mij ooit staat. Anders is het gewoon het stuk dat ik straks heb gewandeld, terugwandelen. Dat lijkt mij niet zo handig. Deze wandeling inspireert mij trouwens om misschien vaker te gaan wandelen. En misschien zo elke zondag een stappen met ons dagje in te plannen. Ik weet nog niet precies of ik het ga doen, maar het lijkt me wel leuk. Omdat ik wel wil dat ze heel wat uren buitenlucht heeft. Maar we zijn in België. En het zal zeker niet elke zondag droog zijn. Dus mocht je tips hebben hoe dat je een baby het beste aankleedt om toch naar buiten te gaan als het regent of als het heel koud is of als het veel waait of zo. Of misschien zelfs als het sneeuwt. Ik wil dat wel zo het hele jaar door doen. Allee, op dit moment. En ik kan daar wel tegen regen en zo, maar... Ik wil niet dat we ook bij elke wandeling last heeft van een serieuze verkoudheid. Dus tips zijn altijd welkom. Ik ben trouwens echt aan het denken hoe ik dat morgen allemaal geregeld krijg. Zonder echt veel te vroeg op te staan. Want nu moet ik om 9 uur beginnen. Maar ik ga ook soms om 8:15 moeten beginnen. Dus, en daarvoor moet ik ze altijd...
nog wegbrengen. Dus hoe doe ik dat zonder echt om 5 uur of om 6 uur te moeten opstaan? Ja, de hangmatje voor in de fietskar is toegekomen, dus vanaf nu kan ik kortere ritjes doen met de fietskar en met de fiets. Want nu moest ik voor zelf ritjes van 2 kilometer mijn auto pakken, omdat zij anders niet mee kon. Ik had eerst een ander pyjamaatje aangedaan, want het andere pyjamaatje was te klein geworden. Het is 10 uur, ik heb kolftandjes gepoetst en nu ga ik haar even wakker maken voor haar nachtvoeding en ook nog een pamper change. Goedemorgen, we zijn vandaag vrijdag en vandaag heb ik mijn eerste werkdag na mijn bevallingsverlof. Ik ben om 6 uur opgestaan om 9 uur te beginnen werken, want om 8 uur moet ik ze naar mijn mama brengen. Allee, tussen 7:45 en 8:30 moet dat zijn. Dus moet ik rond 8:00, 7:45 vertrekken. En ik dacht, met kolven en zo heb ik waarschijnlijk 2 uur nodig. Maar hopelijk heb ik tijd over, zodat ik de volgende keer wat minder vroeg kan opstaan. Ik heb nog een 20-tal minuutjes. Ik had gehoopt dat ik echt nog meer tijd ging opruimen. Maar ja, helaas. Ik ben rond 6:00 opgestaan. Dan heb ik mijn ontbijt gemaakt, mij omgekleed, gewassen en haar flesjes klaargemaakt. En rond 6:20, 6:30 heb ik ze wakker gemaakt, druppeltjes gegeven, melk gegeven. Daarna rond 7:20 heb ik haar gewassen, haar kleertjes aangedaan. Hij laat de boeren uiteraard tussendoor nog. En dan daarna heb ik ze naar kabouterbedje gelegd in de living. Heeft ze nog even heel gefascineerd naar de mobiel gekeken. En dan is ze slaapgevallen. Rond 6:55 ben ik bij de kolven. En rond 6:35 was ik klaar. Tijdens het kolven heb ik ook ontbeten. Mijn eerste werkdag zit erop en eigenlijk ben ik omgewild in kostuum. Ik werk voor het Rode Kruis en ja, rood is zowel hun kleur. Het was een hectische dag, maar het was wel een leuke dag. En nu heel vlug naar mijn dochter. Goedemorgen, we zijn vandaag zaterdag. Ik heb net heel mijn ochtendroutine gedaan. En nu gaan we vertrekken naar de rolmarkt. En voor het eerst met de fietskar. Dit is de fietskar. Dat is mijn bagageruimte. En dan mag zij daarin. In zo'n babyhangmatje. Kijk, goed zo. Van de rommelmarkt heb ik 2 dingetjes mee uit een gratis doos. Ik ga nu laten zien wat. Dit Mickey Mouse jurkje. Deze is maat 74. En deze is wel wat meer voor mijn neefje. Dat is een trui van Piet Piraat. In maat 116. Als mijn neefje hem niet meer hebben, kan zij hem ook nog wel dragen als speelshirt of zo. Ik heb daar straks trouwens een broodje in gestoken, want ik heb geen brood meer. En ik dacht, we gaan zelf nog een keer brood bakken. En mijn huisbaas is vandaag langs geweest om een nieuw brandalarm te installeren. Want het brandalarm ging hier gewoon altijd constant af. Dus dat was mega handig. Not. En mijn plan is om nu eventjes naar boven te gaan. Om wat kleertjes uit te zoeken. Want ik denk dat ze eigenlijk bijna in een 62 kan.
Allee, ze kan er sowieso in. Mijn... Ze is wel echt aan 56 een beetje aan het uitgroeien. Dus dan gaan we gaan kijken. Oh ja, vandaag is ze trouwens 100 dagen oud. Lang zal je leven, lang zal je leven, lang zal je leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Hip hip hip, hurra! 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 En ik ga boven ook eens kijken op zolder voor een slaapzak. Want ze wordt een beetje te lang voor een slaapzak. Ik heb ze even in een draagzak gestoken, zodat ik mijn handen vrij heb. Zodat ik wat dingen kan doen. En zodat ik straks ook wat gerief kan dragen naar beneden. Ik heb echt heel veel kleertjes in maat 62. En ook in andere maten. Dus ik ga gewoon eventjes uitzoeken wat ik het leukste vind. En bijpakken en dan in een box steken om mee te doen naar beneden. Het draagzakplan was geen zo'n groot succes. Ik zie dat ik ook wel heel veel in mijn collectie heb voor die maat. Die echt zo meer herfst-winter dingetjes zijn. Zoals rompers met lange mouwen of zo. Echt van die heel warme pyjamas. Dus... Oftewel had ze daar nooit in kunnen, oftewel blijft ze nog wel even eventjes in maat 62. Geen idee. De tijd zal het uitwijzen, veronderstel ik. Het is gelukt, maar het was wel een beetje een arm werkje, want zou niet in de draagzak, maar zou ook niet neergelegd worden. Zo, eigenlijk denk ik gewoon graag rondkijken. Maar ik denk, als ze nog niet echt vooruit mogen kijken in de draagzak op deze leeftijd. Ik zou eens moeten opzoeken, want ik heb wel de indruk dat ze het liefst gewoon zo kijkt. Ik zou zeggen, laat het weten in de reacties, maar tegen dat deze vlog online komt, is het al veel te laat daarvoor. Ik heb straks gezien samen met mijn dochter, terwijl ik melkje gaf, hoe Remco Evenepoel eerste werd in de tijdrit op de Olympische Spelen. En hoe Wout van Aert derde werd op diezelfde tijdrit. En nu ga ik kijken naar haar kleertjes, maat 56. En ga ik die allemaal in een zak doen. Zodat die terug kunnen naar van waar die komen. Want ik denk dat ze wel klaar is voor een 62. En ik doe dat hier aan bij de speelmat, omdat ze mij dan ondertussen kan zien. Sommige van die dingetjes heeft ze vaker gedaan, andere bijna niet. Goedemorgen, we zijn vandaag zondag. Ik heb gisteren niet meer gefilmd omdat het kaartje van mijn vlogcamera vol was. En ik had geen tijd om met mijn computer te steken om te ledigen. En ook niet zo heel veel. En ook ja, wou ik me klaarmaken om te gaan slapen, dus ook niet zo heel veel zin. Nu zijn we zondag. Kleine meid is nog aan het slapen. Rond 5 uur heeft ze gedronken. Dus ik ga ze wel op moeten wakker maken. Want het is nu 9 uur. En overdag laat ik liefst geen 4 uur tussen de voedingen meer. Maar kijk hoe schattig ze is. Een andere slaapzak. Want die is iets groter. Outfit lichtjes geïnspireerd door het Belgische hout.
We zijn ook net in bad geweest. Het schildpadje, daar speelt ze eigenlijk nog niet mee. Voilà, Will is vertrokken. Ondertussen passage van 10. Lijkt ze zo niet met haar recht op die baby uit Incredibles? En weer samen was wegdoen. Binnen een aantal minuten komt er een babybezoek langs voor Hoke. Hey! Bezoek is ondertussen geweest. Oh nee, ze zijn al lachjes wel hoor. En ik had mijn doofsuikers op de tafel gezet, omdat ik altijd de doofsuikers vergeet mee te geven. En toch ben ik ze nog steeds vergeten mee te geven. Hoe is het mogelijk echt? En deze meid heeft al 2 keer 20 minuutjes geslapen of zo. Nog niet. Sinds 12:30 en het is nu... Nee, wacht. Sinds 11:00... Nee. Ik weet het niet. Alle hele eind. Alle hele eind is eigenlijk. En op de rommelmarkt is ze ook eventjes geslapen, maar ook echt niet lang. Dus ze heeft echt bijna niks geslapen vandaag. Ik heb wel even haar t-shirt afgedaan, want het is echt een warme dag. Ik heb wel weer een was kunnen inhalen, dus we gaan even hiervoor zorgen. Ik denk dat ik nu even ga koken, want ik wil straks nog gaan wandelen. Maar ik wil eventjes wachten tot dat weer wat frisser is. Want nu is het een beetje te warm voor deze kleine meid. En ook voor haar mama. En ze is aan het knuffelen met een zakdoek. Eventjes gekookt. Maar er was hier eentje niet zo blij dat mama aan het koken was. Ze was gewoon echt mega moe en ze is dan in slaap gevallen even op de mat. Nu een keer buikje oefenen. Tijd om te werken aan mijn goede voornemen, namelijk de wandelen met ons dagje op zondag. Het wordt geen grote tour. Het is ook al redelijk laat en ik moet morgen heel vroeg op om te beginnen werken. Maar ja, we kunnen er maar deugd van hebben zeker. Die paraplu is ook nooit goed. Ik ben terug thuis. Ongeveer 45 minuutjes gewandeld. Dus is redelijk snel in slaap gevallen. We zien of dat ze nog eventjes verder slaapt. Dan zou ik eventueel kunnen eten. Alles aan het klaarzetten voor morgenochtend. Want morgenochtend moet ik om 7 uur vertrekken naar mijn mama, zodat ook daar op tijd is, zodat ik op tijd kan gaan werken. Maar ja, dat betekent ook dat ik redelijk vroeg moet opstaan om alles geregeld te krijgen. Dus ja. En in principe zou ik ze wel echt zo een pyjama en zo naar mijn mama kunnen doen. Maar ik wil ook wel leren hoe ik het moet doen op het moment dat ze naar de opvang gaan. En naar de opvang vind ik niet dat je ze echt nog in pyjama kan brengen, zodat zij ze moeten omkleden. Helemaal uitgesteld, die meid. Uitgesteld. Ik ga ze nog even wakker maken voor haar nacht, voor haar avondvoeding. Haar pamper verschonen, haar in haar slaapzakje, zo'n beetje het avondroutine stukje van de dag. En dan gaan we op tijd proberen slapen. We zien dat ik morgenochtend om 5:30 op moet, of om 6:00. Het hangt een beetje af van wanneer ze drinkt vannacht. Ja. Geen zin in. Soms ook een job had met alleen normale uren. Niet dat dit niet echt normale uren zijn. Want 7:45 is savan normaal. Ik heb ook een shift tot 10:00. Dat is minder normaal. Dus ja. Geen idee wat
punt ik hier probeer te maken. Het is zondag en ik ben moe. Dus ik ga deze vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie in de volgende vlog weer. Dat zal waarschijnlijk een volledige week vlog zijn. Want ik denk niet dat ik in een halve week genoeg beelden ga hebben om een volledige vlog te maken.